It's number one. Goedemorgen, Leute. Herzlich willkommen hier in Stukkenbrock. Hier ist das eine Safari-Park mit Freizeitpark, mit der Achterbahn und sowas, ne, das Wasserbahn. Und die zeggen, ja, was zo früh? So, wir gehen was Café trinken, weiter. Und dann kommen wir zurück. En dan gehen wir direkt einfahren en dan gehen wir Safari fahren eerst. En dan gehen wir nach das Freizeitpark. So, bis zo. Unsere Spielplatz für heute, Leute. Autosafari. Hallo Leute, wir sind auf die erste Hecke vorbei. Es sind zwei Hecken, eine hinter, eine vorne, dass die Tiere nicht aus können. Wir sind nu bei das, ja, wie sagt das? Leeuwen, Tigers. Wir gehen gucken. Ah, da sitzen das. Hoe doet de leeuw? Wauw. 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 Jason. Wauw. 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 The Lion King. Ze kan met auto rondom als leeuwen varen, om stil te staan natuurlijk. Maar die leeuwen kunnen overal lopen, zoals hier. Want is dat daar. Maar ja, die lopen niet. Ze zitten nu alleen hier. Die dieren hier zitten hinter das Ecke. Dat is dat ze dieren krank zijn, strijd hebben of zoals. En ze moeten natuurlijk hier dat sauber maken. En ja, die sauber maken Leute met leeuwen zijn niet zo'n goed idee. Zo, dan kunnen ze alle dieren erin zetten, sauber maken en die vrijlassen. Daarom is hier dat huis. Want ja, deze, ik weet niet waarom die hier zitten. Zal wel kranker wezen of zoals. In dat auto zit zij een mitarbeiter. Die kookt als hij geen afval uit auto werven. En niet uitstijgt. En niet dat toer om de ramen offenend. Venster offenend, sorry. En zo weiter, en zo weiter. Niet klaxoneren. Ja, wie zegt dat in Duits? Toet zaakt met dat auto. Zo, dat is waarom dat hier staat. And it's a circle, the circle of life. Schön, hè? Waar is het tijger? Mama, pa. In dat toren zit zijn een mitarbeider die zeeën al dat ekken. Die maken dat oven en sluizen dat. Zoals hier zien twee bussen in dat ekken. Twee ekken, aan het zwaaien. We maken dat openen dicht, of openen toe. Want nu gaan die bussen wijd en we gaan er ook heen. Ja. Ja. We zien weer bij een dubbele tor, zodat meins dat we er uitgaan. Want we gaan naar die Afrikaanse steppen. Want we zien dan olifanten, zoals. Kein, ja, predators, zeg maar. Die zegt dat in Duits. Roofdieren. De die olifanten staan wie de hinter ekken. Zo, dat is geen safari. Maar we staan hier met auto. Zo, ja, beach safari. Die is aan het essen. Die olifanten kunnen eruit, maar nu niet. Ja, schade. Maar ze zijn al aan het essen. Dat zal wezen. Oh,
Das ist schade, die Giraffen stehen auch innen. So, die ja, laufen auch nicht rund. So, wir sind Ende der Tour. Das ist schnell. Wir haben ja, drei Tiere gesehen. Das Leeuwen, das Tigers und hier die Afrikaanse Steppe und das was. Naja, wir gehen weiter nach das Freizeitpark. Zo, nu we zien het in het Freizeitpark. Guck mal, met auto. Ja, ze moesten naar parkplaats varen, zoals ze varen terug. Dat is Freizeitpark in. Zo naar parkplaats. Dat is, ja. Je kan hier lopen om met auto te komen. Nou ja. Hier ga je dat auto wegparken en ga je lopen weiter. Zo, nu is het tijd voor die Freizeitpark. Wachten! Die appen zitten op de tjoek, maar we gaan naar Bahnhof. So, ja, die appen moesten van die tjoek af. Zo, so, een mitarbeider, ik denk dat ze eraf werken. Die zijn stop. Zo, eraf. De Apenexpress en hier komt de Kinderexpress. De Koetexpress. De Koetexpress. Dat is hier schön gemacht. Je kan aan het schrijvenparcours lopen, maar dat is open. Dat is, ja, dat is dieren hier. Dat is leopard, zou je zien in Duits. Een soort van tijger. Dat loopt erin. Dus ze moesten niet naar onder vallen dan. Zeer goed gemaakt hier, ja. Timon en Pumba. Dat park had een zeer goede elementen, zoals hier, dat is restaurant. Dan kan je hier alles koeken naar die wijze leeuwen. Maar schade dat het park ja, was al te east. Maar dat park had er nog ja, potentie, zagen we in Holland. Aber sie hat hier sehr schöne Tiere, sowas hier, die weiße Tiger.
Das frisbee van dit park. Black fly. Zo, Lloyd, en welkom hier ook in frisbee van dat park. Er zijn een Frabi frisbee. Want geen koekas. Ik liep met een speciaal duur. En we zijn er amper begonnen. Wie zegt dat in Duits? Ik weet niet. Ik ben loont. Vrijtuigpark, varkenschat is eigenlijk goed. Ze zien dat niet zo veel, dat ze zo ja, snel rondkijkt. Ja, afstijgen. Crocodile ride. Er zijn zeer geile carousels. En het zwingen op water, maar die kunnen dat Leute nat maken. Die nemen die baan steken. Zeer geil is dat. Je kan het een einde nacht maken zo. Kom even het jeer brengen. Nu we zien het, wie de oude weg waar we gevaren hadden met de safari tour. Zo is safari hier met auto. En we lopen hier met kinderen voor het vrijtijdpark. Dat was zeer goed Duits. Zo goed Duits kan ik niet spreken. Eindelijk een chef van Mack, Wild and Wet. Die ging rond. Het was Sampala, die crashcars. Want weer zo rond, zo rond, zo rond. Maar die varen die ze niet. Hadden geen lust om nat te werden. Ja, dat is gesloten, maar het is ook zeer, zeer koud heute. Ja, zo! Dort zit hij, de nächste attractionen. En de Schelkel. Let's do this! Ja, Lloyd, dat is pas hier. Dat is Lini hier. Moeten ze zich vasthouden, maar dat zijn de totemansknoppen, zeg ik maar. Als ze losgaan, dan ga je niet meer houden. Dan hebben we hier, dat is het hoogste punt. Maar ja, zeker, hè? Die is zeer, zeer spas. Airtime! What the fuck, man? Hey, Maxima! Ha ha ha!
schakel hier. Dat was hij de schakel. Dat is klanken, kwaliteit, kwaliteit, Leute. Aber viel Spaß hier. Oil pump. Dat is een familie Parkenschaft, een ja, looping sheep. Die gaat over kop, zoals nu. En we hangen over kop en dan gaan we rond en rond. Zeer schön, dat we geen spas maken hier. Haha, looping! En wat zeggen we? Lekker doen! Zeer vrij hier in dat gondel. Ja, benen vrij. Het is vergelijkbaar met die intox of dat kermis in Duitsland van Pandal, Pendel. Dat is reizen over kermis. Dan ga je niet meer zo over kop. Je ga je landen, je ga je stranden, je ga je naar onder, je ga je afstijgen. Dat is in Duits. En de soepraat. Hier is dat freizeitpark, maar ze kunnen hier ook nog met auto varen. Als ze hier droef varen, varen ze zo. Dat safaripark weer. Want ze niet darf en moeten de eigen auto te varen. Hier in park kunnen ze ook nog een busvaart kopen. En die starten hier in park. Dat is hier dat Bahnhof. De Marienkapferbaan, hoorde ze was. Zo, Leute, herzlich willkommen auf die Marienkapferbaan. Zegt ons in Duits. We zijn een baan, dus veel verkoud. Veile Freizeitpark had het best. Hey! Gehen naar onder. Binnen naar open voor die eerste acht. Und ist das Spaß? Was sagt ihr dann? Thank you.
baan, dat is ja, veel stukken, maar een autobaan hebben voor die kinderen nog veel spas. Dat is voor grote kinderen ook nog spas. Als boodschap te zijn een Mac ja, wasserbaan. Ja, we zien alleen ja, tieren van plastic. Shadows hier geen ja, ja, echte tieren waren. Al zien dat het maar flamingo zo er was. Beginning of the magic show at the African Theater. We wish you lots of plastic magic moments. Een V-coma klassieker, Flying Tiger. Welkom op die Flying Tiger. Deze achterbaan is vergelijkbaar met die achterbaan in Fort Fun. Die Speed Snake heet dat, geloof ik. Want dit zijn ja, dubbel corkscrew van Vekoma. En de achterbaan. Zo, die kun je dat zwaren nu. Zo, ah. We zijn open en we gaan weer naar onder. Jawel. Oké, dat is de eerste clownscrew. We gaan het overkomen. Hey, hallo.
Jee, ponyrijden. Maar dat zie je meer in deze ja, rijtuigparken, die kleine. 30 minuten pauze. Zo, je moest er weiter lopen. Ze had hier ook zoals als een oldtimer, ja, baan. Maar ze had hier ook zeer lange pauzes. Die nächste Giraffe Tower. Hartelijk welkom alle hier op die Giraffe Turm. Die gaan naar boven, 40 meter. En dan gaan we hier naar onder. Is de eine Fabri-Turm, een Standard-Turm. We hebben daar veel op Kirmes gezien. Maar op Kirmes zien ze veel groter. Zo is niet zo hoog. Hè? Zo wachten als we hier naar onder gaan. Hè? Tak. Spannung. Die blijven ganz lang open. Maar we kunnen ze zo goed koeken. Want ik ga weer zo naar onder. Ik moet even wachten. Schöne Fall. Aufsteigen. Congo River. Hartelijk welkom op die Congo River hier in Stukkenbrok, Heijslas hier, geloof ik. Dat is een wasserroutje, de wasserbaan. Die is van Ekdom, die hersteller. Ekdom in zo. Weer een nat in mijn rug, we moesten nog beginnen. Scheisse. De hersteller van Ekdom bouwen zeer veel wasserroutje. Bij ons in Holland zeer bekend. Hebben hier in Duitsland, ja, ook wel bekend. Zeer veel zwembaden hadden roetje van Ekdom. Maar deze geschaft is ganz anders. Ze hebben een ja, plastic boten, rubberboten. Ze zitten erin en daarmee gaan we naar onder. Want dat is totale waanzin, deze baan. Ze gaan zeer snel naar onder, roetje zeer snel over het water. Want totaal verrukt. Zo, we gaan naar boven, zeer langzaam. En als we open zien, gaan we natuurlijk weer naar onder. En dat gaat veel sneller. Zo, we wachten dat we open zien. Eigenlijk is die baan vergelijkbaar met een lokvloem van een normale vrijtijdpark. Ja toll, ich hab mal meine Schuhe. Foto! Scheiße. Wir gehen weiter. Es ist doch eine gute Splash hier. Vorne in der Boot werden sie sehr nass, aber hinten geht das. Glücklich. Ich muss hier lachen für das Foto. Eine Aktionsfoto. Da. Hallo. Und nur rutschen wir nach die zweite Lift, joh. Oh Gott, meine Hose, meine Schuhe sind komplett durchgegangen. Halt trocken, halt trocken.
Ja, heb ik al. En voor die zweite maal gaan we weer langzaam naar over. Dat is het dan. Zo, die eerste val waren goed, maar die zweite is ganz verrückt. Die ga je eenmaal naar onder, gaat de airtime en vliegen dan naar onder. Let's go! Come on! Woo! Ik moest me vasthouden. Hier ga je. Hier bremsen we, maar niet genoeg. Die vliegen. Hey! Vol in dat wassen. Dat is toch niet normaal hier. Der waanzin. Wat zijn de wassen dan? Zo. Gans verrukt. Gans verrukt. Dat is ganse boot. Zo. Oh. We lieben nog. Ik ben nog niet dood. Die Conga River hier in dat Zoo Safari Park. Zeer goed dat ze gaan. Alter, we moeten dat echt normaal maken. Ja. Alles komt aan het einde. Ook zo wie deze tak. Wie gaan zo houden. Zo Leute, dat was dat hier voor heute. En ik moet zeggen, het is een ja, super tolle park. Die safari trip, ja, dat is voor ons in Holland hebben we maar één park, dat is Beekse Bergen, dat is Hat Safari. Maar er zien alleen vogelen, want die enige roofdieren wat ze hebben, dat is, wie zegt dat, zoals tijgers, leeuwen, dat tieren, hadden we alleen een cheetah, voor de rest kan niet. Beekse Bergen safari tour is groter, dat is genau, maar ja, vogelen en wie zegt dat, herten, hier geloof ik ook, herten. Ja, die kan ze hier aan in de kinderkarten ook zien. Het is schon besser. Besser. Wat is zo'n besser? Dit is schon besser. Ja, mijn vrouw zegt hier is schon besser. Maar is wel kleiner. Is kleiner. Kleiner dan Beekse Berg. Maar Beekse Berg had een kleine fruitsappark. Hier zijn een kleine fruitsappark erbij. Toch? Een achterbaan als Uber Kofkeet, een kinderachterbaan om die Congo River. Totale waanzin, die wildwasserbaan, zeer, zeer goed. Dat teaming is niet zo goed. Want ja, alles is wat oud, maar ik zag niet dat dat gevaarlijk is, maar dat zijn oud. Dus ja, ze moesten dat erbij nemen. Het is geen Europapark hier, hè. Zo, dus ze moesten niet vergelijken met Europa Park. Dit is een kleine fruitsappark. Voor een kleine fruitsappark is dat zeer goed. Dus je kan hier met de kinderen de ganse tak veel spas maken hier. Zo, we hebben hier ook veel spas gemaakt met onze kinderen. Wie kun je in wijten naar die nächste fruitsappark? Welke dat is, dat wijzen we ook nog niet. Maar voor nu, wie is Aussie-Maus van hier? En wie is niet zo? Dank voor dat zeeën koeken op YouTube. Wie zegt dat? Mijn Duits, ik moest er nog veel leren. Ik wijs, maar ik ben nu weg. Dag! Ciao.